een vrolijk kerstfeest. Dankjewel. Met een vrolijke kersttrui. En wat eet je met kerst? Eend. Maar dan deze keer wat anders. Wat eten we vandaag? Eendenborst met 5 spice en gemberwortels. Voor mijn Aziatische kerstige eendenborst, wat heb je daarvoor nodig? Laten we eens beginnen met eendenborst. 5 spice, kruidenpoeder, sojasaus, honing, eend. Aardappels, vast voorgekookte aardappels, ganzenvet, peperzout. Super simpel, super lekker. Ganzenvet kun je ook gewoon bij een poelier vragen. Een hele grote supermarkt hebben het ook. En voor de gemberwortels, bospeen, verse gember, knoflook, ganzenvet, honing en geroosterde sesamzaadjes, peper en zout. Let's start cooking. Even serieus nou. Het is wel kerst en feestdag, maar dit is real business. Oven, 200 graden. Deze hebben we er straks nodig. Die heb ik alvast voorgekookt. Heel simpel. Aardappeltje, laat het schilletje eromheen, vooral bij jonge aardappeltjes. Eventjes voorkoken, 15 minuutjes, laten uitwasemen. Dan krijgt hij straks mooi dat hete ganzenvet, dan wordt hij extra krokant. Lekker. Ja? Ja. We hebben de eend. Mijn echt wel favoriet eigenlijk. Ja, die eendenborst blijft een teken in mijn leven. Het is mijn afstudeergerecht geweest. En dit is sindsdien ook echt mijn lievelingseten eigenlijk. Ja, ik ben echt wel ernstig fan van eend. Insnijden van de vetlaag. Altijd heel belangrijk. Dat heeft meerdere redenen. Vet, als je dat verhit, gaat het iets krimpen. Als je het insnijdt, krimpt het minder. Omdat het dan open gaat staan. En dan wordt je eendenborst minder bol. Plus het ziet er gewoon heel kerstig en gezellig uit. Dus we gaan daar gewoon een ruitje van maken. Probeer hem licht in te snijden. Soms kom je iets te diep. Maar probeer niet echt tot op het vlees te komen. Want dan kan hij alsnog een beetje uitdrogen. Je bakt eend eigenlijk altijd in zijn eigen vet. Want er zit gewoon, eigenlijk heb je het pakje boter zit al op het stukje vlees. Ja, ik snap het. En dat is natuurlijk prachtig om te gebruiken. Dus even op twee manieren insnijden, dat je mooie ruitjes krijgt. Dit leg ik even opzij. Dan ga ik eventjes gaan marineren. Ik doe honing. Kijk, zie je het gaan? Mm-hmm. En weet je, u ziet of het goede honing is? Nee. Weet je dat niet? Nee. Ik ook niet. En dan doe je daar... Wat een lul. En dan doe je met 5 spice bij. En 5 spice is echt met... Ja, dat is iets wat ik veel gebruik. Dat is namelijk echt onwijs lekker. En onmiskenbaar meteen dat je denkt Aziatisch. Daar hoef je allemaal niet te veel losse kruiden voor te pakken. Er zit altijd een beetje kruidnagel in. Szechuanpeper, sterrenijs, kaneel. Weet je, dit geeft die typische zoete, kruidige... Dat volle aroma. En sojasaus, hè? Dat zit hierin. Ja, ja. Ja. En honing. En dan die 5 kruiden. Oké, okay. This is ready. Het enige wat ik hier nog eventjes mee doe, is een klein beetje peper. Kleine draaien. Gewoon even voor het idee. Want natuurlijk zit er al soja, zit ook al zout in. Gewoon voor de gezelligheid. Het is notabene kerst. Mm. En dat moet gevierd. En dan zou je kunnen zeggen, ik lak hem in. Of je zegt, hey. Gast, ga lekker in bad. Gewoon even in bad. Gewoon eventjes. Laat je gewoon heel eventjes liggen. Dat je denkt, laat maar even gaan. Het is prima. Het is oké. Okay. Top. Dan gaan we door met de aardappels. We kunnen die wel eens in de oven. Je hebt een half uurtje nodig. Volgekookt, uitgestoomd. Lekker, lekker, lekker. Ganzenvet. Belangrijk dat je goed wat zout erop doet. Mooi met je grof. Jij hebt het toen toch met eendenvet gemaakt? Ja, eendenvet of ganzenvet. Ganzenvet is wat makkelijker te krijgen ook. Ah, dit is shit gewoon. Dit is echt fantastisch. Even voorzichtig omspateren. Dat overal mooi dat laagje vet en overal een beetje zout en overal een beetje peper zit. Nu gaat hij 30 minuten op 200 graden. Dan ga ik verder met de bospeen. Worteltjes, klassiek. Oké, okay, ik laat een stukje van het groen eraan. Is gewoon ziet er gezelliger uit. Maar het is ook gewoon lekker. Dan heb je nog net een klein bijtje. En de dikke wortels snij ik daar nog eventjes over de lengte in. Dat ze een beetje gelijkmatig zijn. En dit ga ik glaceren straks. Ja. Glaceren is het stoven eigenlijk van een worteltje. En voorzien van een glimmend laagje. Dat kan met roomboter en suiker. Dat is de klassieke manier. Maar dat kan ook een beetje met een Aziatische touch. En komt dat nou even goed uit? Want we hebben Aziatisch kerstfeest. Het is even werken, maar het is het waard.
Ganzenvet? Ganzenvet, wederom, tuurlijk. We zijn er nu toch. Ik gebruik alles. Iedere laatste druppel. Dan heb je nog de gember en de knoflook, maar dat is heel fijn. Want dan hoef je eigenlijk gewoon... Doe je dit mee. That's it. Die pletten we gewoon. Hops. Normaal maak ik de gember schoon, zo heel fancy met een lepel. Dat gaan we nu niet doen. Het gaat echt alleen maar even om de smaak. Dus deze gewoon een paar plakken. Je gaat ze ook niet serveren. Het is gewoon even om smaak te geven aan je ganzenvet. Een beetje aanzweten. Weet je dat die... Je ruikt het nu al, dat de gember loskomt, dat knoflook loskomt. Of niet helemaal crispy crispy, want dit gaat nog heel lang mee bakken. Nu mogen de wortels erbij. Kijk, de grote heb ik dus gehalveerd, maar die mooie dunne kleintjes, die haal je gewoon heel. En dan zijn ze een beetje even dik. Dat is gewoon het belangrijkste. Oké, nu gaat er wat honing overheen. En honing is de alternatief voor de roomboter-suikercombi. En dan doe ik er wel even een draai zout op nog. Ook al is dit met suiker, is natuurlijk ook om een sticky te krijgen. Beetje breken. Wat zeg je? Beetje breken. Ja. Dat je net en ook een draai peper door. Dan heb je de gember, het zoete van de honing. Nu gaan we hem afblussen. Al met water. Gewoon een mooi dun laagje. Deksel op een pan. Dan zet ik hem even op een lager pitje. Vuur een beetje klein. Ja, een minuutje of 10, 15. Een beetje in de gaten houden. De laatste paar minuten halen we de deksel eraf. Dat het vocht juist weer inkookt en dat ze een beetje sticky worden. Die suiker blijft natuurlijk in het water, de water verdampt en dan krijg je sticky worteltjes en dan een beetje de sesamzaad eroverheen. Oeh. Ja? Ja, dit is gewoon lekker. Die geur. Ja, dit ruikt echt fantastisch. Dan moet je ze voorzichtig omspatelen. En als je de adems nu een beetje beschadigt, is dat eigenlijk niet verkeerd. Want alles wat je beschadigt aan een kruimige aardappel die in de oven gaat, wordt extra crispy. Kijk, dan krijg je een beetje die... Dat je denkt, eeuw, dit is pap. En dat wordt juist... de shit. Deze gaat terug in de oven. Voor de laatste 15 minuten. Tijd voor de eend. Koude pan. Dat doe je normaal nooit, hè. Normaal doe je de pan goed heet, bij biefstuk, of bij, eigenlijk bij alles, groenten, wokken, whatever. Nu doe ik een koude pan en dan leg ik op de vetlaag de eend erin. Als je het in een koude pan doet en je laat hem opwarmen, loopt dat vet begint een beetje warm te worden, een beetje al uit te lopen. En daarna gaat hij pas groeien. Waardoor je zeg maar meer vet los krijgt en een krokanter velletje krijgt. En altijd eerst op de vetlaag, want er zit geen vetstof in de pan. Dus die ga ik eerst nu uit de eend winnen. Ja. En daarin ga ik het bakken. Dus dit is ook heel stil. Normaal zo, tssst, wil ik dat geluid hebben. Nu wil ik het rustig. Wil ik straks dat hysterische geluid hebben. Ja, kijk, eendenborst is logisch, hè, voor kerst wel. En ik wil hem toch gewoon even iets anders doen dan de klassieke duck l'orange, canard l'orange of een, weet je wel, dat je denkt, huh? Nee, we gaan een Aziatische eendenborst maken. Wat toch heel feestelijk is voor kerst. Niet dat je denkt, oh, dit is zomers. Nee, het kan echt. Het is waanzinnig. Nu begint die mooie decisie. Je ziet hoeveel vet eruit is gekomen. Dan ga ik hem draaien. Hij gaat heel donker zijn. Dus niet dat hij verbrand is, maar dat komt ook door die soja en de honing. Maar dit, ja, dit is precies wat je wil hebben. Natuurlijk zit er honing op en wat soja, dus dat is al donkerder en het karamelliseert. Maar het is niet aan het verbranden. Het wordt heel donker. Kijk, ik moet niet gaan walmen. Dat deed ook niet. Rustig laten gaan. Maar schrik niet dat het wat donkerder wordt dan normaal. Ik snijd het toch heel dun. En het is puur die soja en honing die goed karamelliseert. Dat is niks aan de hand. Het is gewoon karamel. Doen we nog even een paar minuten op deze kant. En dan laten we hem even rusten. Deze gaat ondertussen ook lekker. Doe ik zo de deksel af dat hij dus ingekoken en sticky wordt. Kijk, en ik hou ervan om hem echt mooi rood te houden. Zeg maar diep rosé. Ik schroei hem gewoon mooi dicht nu aan alle kanten. Je kan eend gewoon tegenwoordig goed in de supermarkt kopen of je gaat naar een goede poelier. Verschil moet je ook maken tussen tamme eend en wilde eend. Bij een poelier heb je veel kans dat je dus wilde eend hebt.
smaakt gewoon anders. Het heeft een andere vetlaag, het heeft een iets andere structuur. En het heeft gewoon niet een beetje, veel mensen vinden dat een beetje een penetrante wildsmaak. Die zit iets meer bij wilde eend. Maar ja, ik vind dat heel erg lekker. En de vetlaag is anders. Je ziet aan de massa van het vet of het tam of wild is. Kijk, ik heb ondertussen de deksel van die pan gehaald. Ik mag nu een beetje gaan verdampen. Het vocht mag eruit. Nu ga ik even de rest van die marinade bij dat vet doen. Kijk, deze is perfect. Doe ik gewoon uit. Laat ik even rusten. Gaat hij langzaam door, maar hij wordt niet te gaar. Nou jongens, de worteltjes zijn mooi verdampt, mooi glanzend. Eentje heeft gerust. Ik ga hem nog één keer lekker door de glaze. Voor mij is hij zo ideaal. Hij is mals, dit is ongekend. Worteltjes, on the plate. Je denkt, oh god, nou ja, het ligt er nu toch. Maar stiekem is het helemaal bedacht. Bam. Kom maar. Ik wil dan gewoon dat hij krokant is. En dat is hij 100%. Eend. Iets minder random. Een beetje die geroosterde sesamzaadjes eroverheen. Die waren voor de worteltjes, maar ik vind het overal wel lekker. Ja, ik ruik het. Het komt eraan. Sneeuw. Dit is kerst. Eendenborst met 5 spice en gemberwortels. Eet smakelijk. Merry Christmas. Ja, ik vind dit dus echt waanzinnig. Het is gewoon even een keer wat anders dan de traditionele roulade, de kalkoen. En dit is namelijk ook gewoon heel feestelijk en echt heel lekker. Merry Christmas. Ga het lekker vieren met je familie en vrienden. Of je doet het lekker triest, zoals ik. In je eentje bij de kerstboom. Het hele recept kijk 24kitchen.nl. Vrolijk kerstfeest.